Wat ik nu doe is eigenlijk helemaal niet handig. Yo kijkers, van Marcel zijn we terug bij een nieuwe aflevering van de Prison Architect serie. Dit keer loopt de facecam wel, dat is eventjes fijn om te zien. Dus, in ieder geval, vorige aflevering liep de facecam niet, dat is een beetje naar. Dus, vorige aflevering hebben wij 90 celletjes erbij gemaakt. Dus dat is hartstikke chill, die gaan we vandaag eventjes intaken. Zorgen dat we dus genoeg guards ook ervoor hebben. En we moeten even patrols aanleggen. En we moeten nog heel veel meer doen. Dus eventjes zorgen dat wij daar genoeg shit voor hebben. Natuurlijk moet je er ook voor zorgen dat je genoeg vocht binnenkrijgt. Door middel van bijvoorbeeld energy. Kan hartstikke leuk zijn. Dus we gaan eerst eventjes patrols aansturen. Want je hebt hier deployment. En we moeten eventjes wat patrols gaan doen. Want dit kan natuurlijk hartstikke gevaarlijk zijn hier allemaal. Dus we moeten eventjes hier zo doorheen. We moeten eventjes een patrol hebben. En eigenlijk eventjes door dit allemaal eventjes een patrol heen. Allemaal een aparte patrol. Dat is eventjes heel handig. Ik moet op meerdere plekken metaaldetectoren aan gaan leggen. Maar dat is een beetje naar om dat allemaal te gaan doen. Want die hebben allemaal apart stroom nodig. En ik gooi hier ook eventjes een patrol doorheen. Zo, en dan hoop ik dat ik daar genoeg guards voor heb. Dus jij krijgt er daar sowieso eentje, jij krijgt er eentje. Hoppakee. Nice. Dit zijn zoveel patrols die ik nu aanleg. Volgens mij is deze gevangenis nog nooit zo veilig geweest. En daar gaan we eventjes een patrol langs gooien. Zo, dat is een hele lange patrol. Eindelijk, hoppakee. Dan gooien we op deze bovenste gooien we ook een dog patrol. En een armed patrol. Die moeten er ook eventjes bij. Maar voor jullie eigen veiligheid, jongens. Dus, zal ik er ook nog eentje door de keuken heen gooien? Laat ik dat maar wel gewoon gaan doen. Eventjes een guard patrol door de keuken heen. Want anders voelen de keukenmensen zich ook een beetje onveilig. Moet ik nog meer patrols aan gaan leggen? Ja, hier is nog helemaal geen patrol. Ook al kunnen die mensen hier eigenlijk helemaal niks kwaad doen. Maar goed, maar niet uit. En daar moet ook eventjes patrol doorheen. Zo. De visitation. Daar moet ook een patrol door. Dat is ook geen grapje. Dus. Hoppakee. No access, no. Sorry. Dat vind ik gewoon grappig. Dus. Moet er nog meer patrols door? Ik ga wel eventjes aangeven wat allemaal staff only is. Dat is staff only. Dit ook allemaal staff only. Zo. Voordat mensen daar zo naar binnen gaan. Dat is allemaal goed. De cleaning cupboard is niet staff only. Storage is wel staff only. Maar dat is een beetje naar om dat aan te geven. Want dan pakt hij alle paden mee. Visitation is goed. Canteen is goed. Ik heb nog een common room nodig hierboven. Dat is het. Nou, dat kan erboven wel. Dat is geen probleem. Op zich. Dus ga ik nog binnenkort een common room aanleggen. Nou, alleen nog zorgen dat ik genoeg guards heb. Even kijken hoor. Hoe kan ik de tijd... Ik weet dat ik de tijd met de toetsenbord kan versterken. Ah, kijk eens aan. Hoppakee. Cijfertjes boven je toetsen. Ja. Oké, okay. Het is yard time. Dus dat scheelt op zich wel. Oh, kijk eens aan hoeveel mensen ik hier nu heb. Ik heb er nog 20 over. Oké, okay, dat is wel chill. Ga ik er nu nog eventjes voor zorgen dat ik hier alle deurtjes heb. Allemaal losse jail doors. Komen hier. Overal. Die wil ik overal hebben. En ik wil dat ze allemaal gecontroleerd worden met door servo's. Want dat vind ik gewoon nodig. En ik weet het, dat gaat me een rip uit mijn life kosten. Maar ik heb 96.000. Dus ik denk dat dat op zich wel kan. Een leuk van zo'n celblok is... Je kan ze daar gewoon allemaal apart in hebben. En ze werken daar allemaal gewoon prima samen. Dus onderling in zo'n celblok heb je eigenlijk geen jaildoors nodig. Dat is niet zo'n groot probleem. Wat wel een groot probleem is... Is natuurlijk de doorservo's die daarin moeten. Daar moet een doorservo. Daar... En daar moet ook een door servo. Dat is namelijk gewoon een kantine. Daar wil ik een door servo.
Daar moet een door servo. Daar ook. Daar ook. Daar ook. Bij alle van die jail doors wil ik een door servo hebben hieronder. Ik doe zo meteen wel eventjes die daar naartoe. Zo. Hoppakee. Het scheelt eventjes weer wat in gedoe. Zit hier dan een door servo op? Lijkt er niet op. Oh ja, toch wel. Oké. Okay. En datzelfde doen we hierboven. Nee, niet daar. Daar wel. Zo. En dan doe ik zo meteen wel die tussendeurtjes. Dus eventjes iets makkelijker werken. Zodra ze al die doorservers geïnstalleerd hebben, is het zoveel fijner werken. Tenminste, ga ik vanuit. Laat ik het daarop houden. En ik weet wel, op zich werken ze wel prettig hoor. Maar het is af en toe zo gedoe om ze aan te sturen. Dan heb je dus het bovenste gedeelte van de gevangenis is allemaal wel remote controlled. Dus dat kan op zich wel. En het liefst wil ik de buitendeuren ook allemaal remote controlled doors hebben. Daadwerkelijk de echte remote controlled doors. Zoals deze, die wil ik ook eventjes zo hebben. En er zijn hier natuurlijk ook nog een paar deuren die ik eigenlijk wel een beetje remote controlled wil hebben. Dus we houden daar wel een deur in. Ja, er zit een normale deur in. Dus die wil ik ook eventjes. Ik wil deze remote controlled hebben. Deze wil ik remote controlled hebben. Die ook. Die ook. Die ook. En die ook. En ik wil die ook remote controlled hebben. Zo. Volgens mij heb ik nu alles wel een beetje goed remote controlled. Oké, okay, let's go. Gaan we eens even kijken hoe dat allemaal goed geïnstalleerd wordt. Ondertussen zet ik ook eventjes de intake aan voor 92. Misschien is dat wel een beetje veel om dat in één keer te doen. Maar weet je, ik doe het gewoon. YOLO. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar goed. Maakt niet uit. Eigenlijk maakt het wel uit, maar dat maakt niet uit. Wat zeg ik nou weer allemaal dan? Eigenlijk maakt het wel uit, maar maakt niet uit. Wat is het nou weer dan? Goed. Oh, we hebben dooien. Wat leuk, we hebben dooien. Ja! Eigenlijk is dat helemaal niet leuk. Dat betekent dat er vage dingen gebeuren. Oké, okay, guys, een beetje snel werk, graag. Oké. Okay. Dit wordt nog een flinke klus om al die wires te gaan leggen, zeg maar. Om alles. Wanneer alles gelegd is. Dan kan ik daadwerkelijk ook zeggen van. Weet je, ik ga ze aansluiten. Huh? Wat gebeurt hier nou weer dan? Top. Oh, er staat nog een losse door servo. Ah, oké. Okay. Ja, leuk. Echt. Poeh, top. Flink goed bezig, jongens. Oh, maar ze hebben ze wel bijna overal al geïnstalleerd. Dat scheelt. En dan kan ik ze meteen alles in één keer gaan doen. Dus dat scheelt ook wel weer een beetje. Dat is ook wel weer netjes. Hoe zitten we eigenlijk met de... is dat hier? Even kijken hoor. De programs, kijk. Er zijn er 9 geïnteresseerd in. Dus dat scheelt ook. Er zijn er 11. We zijn ermee klaar. 8 interested in kitchen safety and hygiene. Carpentry apprenticeship. Is er eigenlijk niemand in geïnteresseerd? Foundation education, dat is wel chill. Oh, daar zijn er heel veel in geïnteresseerd. Dat scheelt ook. Dit is allemaal voor de guards. Dus dat heeft niks te maken met aan die anderen. Death row appeal. Ook niet echt iets. Oké. Okay. General Education Qualification. Nee, oké. Okay. Aha. Er zijn er nu wel een paar in geïnteresseerd. Dat is nice. Oké. Okay. Ja, er komen zo meteen weer wat nieuwe mensjes aan. Dus dan maken we eventjes 94 van. Want er was weer een ruimtetje vrijgekomen. Dat scheelt. Zijn inmiddels alle door servo's geïnstalleerd? Lijkt het erop? Nee, net niet. Daar missen er sowieso nog eentje. Missen er boven nog een paar. 1, 2 telker die nog missen. En dan is het klaar. Er missen er nog 3 dus in totaal. Oké. Okay. Nu waarschijnlijk al niet meer.
Oké, okay, ze zijn er dan allemaal. Dat scheelt. Oh, daar kan er weer eentje bij trouwens. Oeh, net op tijd Marcel. Goed bezig. Ik ga dat nu gewoon nog eventjes doen. Oké, ik ga ze allemaal eventjes connecten. Connect. En het irritante is, je moest ze twee keer connecten. Je moest er namelijk zorgen dat, dat daar een signaal naartoe gestuurd wordt. Dat er iemand heen wil. En er moet ook een signaal teruggestuurd worden. Van weet je, ik wil er langs. Wat ik nu doe is eigenlijk helemaal niet handig. Ik wil dat er eentje voor de bovenste kant van de gevangenis geldt. En eentje voor de onderste kant. Dat scheelt een hele hoop gedoe namelijk. Dus jij zit daarop. Oké. Okay. Zorg eventjes dat jij daarop zit. Zo. Hoppakee. Die moet nog aangesloten worden. Hoppakee. Niks mis mee. Zo. Dat is echt flink gedoe hoor. Je moet ook goed onthouden welke je al wel en niet hebt gehad. Want je klikt zo een verkeerde aan. Deze moet nog. Kom op. Jij moet ook nog. Hoppakee. Die nog. Zo. Dit is eventjes één keer een flinke klus. Maar je hebt er zoveel voordeel aan. Oké. Nice. En daar nog. Ja, dit was allemaal gedaan. Jij nog. En jij moet ook nog. Zo. Oké, okay, dan is de bovenkant is klaar. We gaan nu alleen nog maar de onderkant te doen. We zijn er bijna klaar mee, jongens. Eigenlijk ben ik al lang klaar mee. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Maar dat hoeven jullie niet te weten. Wat gaan we nou krijgen? Zo. Ik weet trouwens niet waarom ik daar phone tabs heb neergezet, maar dat maakt ook niet uit. Het gaat om het idee, weet je. Wait for it. Autosave. Hartstikke leuk. Die moest trouwens nog weer terug daar naartoe ook. Oké. Okay. Dus, ik vind het zo naar om dit te doen. Maar het moet eventjes gebeuren. Ja. Dus zo'n priegelwerkje gewoon, hè. Verschrikkelijk. Oh, je had er ook al eentje. Oh. Dan leggen we die ook nog eventjes aan. Zo. Hoppakee. Ja, bijna jongens. Ik zie het einde al. Het einde is al in zicht. Nog twee... Ja, nog maar een paar te gaan. Laten we het daarop houden. Ik ga niet eventjes tellen hoeveel we nog moeten. Zo. Nog maar twee. En dan natuurlijk diegene daaronder nog. Maar daar heb ik nu eigenlijk helemaal geen zin meer in. Zo. Volgens mij is het allemaal aangesloten. Oké. Okay. Snel uit de utility. Even kijken of dat ook een beetje werkt dan. Oh ja, die cars gaan er natuurlijk niet doorheen. En deze moet nog eventjes op normal. En ik moet hier nog eventjes de kantine van maken. Dat is ook wel eventjes handig als dat gebeurt. Dus, canteen! Hoppakee, daar zo. Hartstikke nice. Indoors, serving table en een bench. Chill. En er komen natuurlijk nieuwe mensjes bij. Er ligt daar gewoon een stukje bacon, jongens. Wat is dat? Dat kunnen we niet gebruiken, hoor. Echt niet. Ah, kijk eens aan. Nieuwe gevangenen. 112, 120... 128, 136, 144, 143, ook goed, 151, 159, er zijn 0 guards beschikbaar, altijd leuk. Oh, jammer nog eventjes normal, moet eventjes alle deuren moeten eventjes op normal komen te staan. Ah. Kijk eens aan. De doorservers werken. Dat scheelt. Dat er niet steeds een guard zijn die de boel controleert.
Want anders blijven die guards ook maar bezig, weet je? Dus dat schiet ook niet op. Ik had eens een keer zo'n falend systeem dat... Uiteindelijk, als je dus het zo voor elkaar hebt dat je prison gewoon niet werkt... Dat je failliet bent, dan word je prison dus onderdeel van de staat. En dan kom je zelf in de prison. En ik had zo'n falend systeem, want je hebt zo'n intakebalie. Dat is hartstikke leuk. En ik weet eigenlijk totaal niet wat het doet, maar dat maakt niet uit. Het was hartstikke leuk, alleen ik moest dus gewoon wachten... Totdat ik door de intake heen was. Alleen dat die intake werkt al zo vaag, dat het dus al niet lukte. Daar liep het dus al vast. Dus die intake was al zo slecht, dat ik gewoon niet in de prison kwam. Omdat ik continu vast zat. Bij de intake balie. Ja, dat is hartstikke sneu. Maar weet je, kortom, bedenk dus goed. Zorg dat je intake goed werkt. Want anders gaat het fout. Dus ik vind het leuk gedaan hoor, dat je dus gewoon daadwerkelijk echt in de prison zelf komt. Alleen je moet je prison wel goed laten werken, want anders heeft dat echt geen nut. Dus ja, ik zou het op zich best chill vinden om zo als prisoner rond te lopen. Maar dat kan alleen wanneer je de boel gefaald hebt. In ieder geval, jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog, druk op het knopje abonneren en het knopje delen. Onderaan deze video, als je deze video leuk vond. Ik vond het wel weer leuk. Ik vond het hartstikke gezellig. Volgende keer gaan we gewoon lekker verder. En ik zie jullie graag binnenkort weer terug bij een nieuwe aflevering van Prison Architect. Hier op Marshall's Eye. Bedankt voor het kijken en tot later.